Circo Circolo. Hallo, welkom. Fijn dat jullie ook dit jaar weer kijken naar het Circo Circolo journaal. Ik ben Eduard Velder, de boswachter van Landgoed Velder. En ik ga jullie ook dit jaar weer rondleiden langs die prachtige tenten hier op het terrein. En die fantastische voorstellingen op Circo Circolo. We gaan kijken naar de scholenwedstrijd die er is geweest. De scholenwedstrijd De Klas als Piste. We hebben een ontmoeting met een kostuumontwerper. We zien stukken van de voorstelling Muurbloem van Boest. En nu eerst een interview met de directeur van Circo Circolo. We zitten nu in de prachtige spiegeltent waar elke avond de Late Night Show van Sven Ratske speelt. En ik zit hier met de directeur van Circo Circolo, Mark Eysink-Smeets. En wat we nou wel eens willen weten, Mark, wat heeft jullie nou geïnspireerd om dit festival op te zetten? Er gebeurt zoveel op dit vlak van het nieuwe circus dat we dat nu bij elkaar brengen in dit festival. Wat wil je laten zien? Je wil hele nieuwe dingen laten zien, maar ook dingen die een heel groot publiek aanspreken. En we proberen dingen voor kleine kinderen erin te zetten. Dus het is een hele puzzel dat we op een gegeven moment wel 20 opties hebben. En dan, de ene valt af vanwege geld, de andere, daar hebben we... Die kunnen zelf dan opeens niet in onze planning. En dan zo langzamerhand begint zo'n programma zich te vormen. En meestal proberen we 2 grote producties erin te zetten en daaromheen een heleboel andere. Bijvoorbeeld, Eloise heeft hier al gestaan, heeft hier ook publiek opgebouwd. We weten dat die gewoon hele mooie dingen maken. En dat concept wat ze hadden staan, ja, dat is ook helemaal goed. Maar wat ik nou wel heel graag wil weten... Blijft Circo Circolo op Landgoed Velder? Wat mij betreft wel. Maar en daar is alle inzet op gericht. En iedereen die realiseert zich ook als je hier weer aankomt, die is uniek. Juist omdat het... Is geen mooiere plek te bedenken. Nee, er is geen mooie... Nee, maar dat is echt waar. En dus we gaan daar gewoon alles op alles voor zetten. En dat is echt de koers. Maar goed, we weten ook, het is een heel duur verhaal. Want we bouwen hier gewoon 10, of deze keer 8 theaters. En dat maakt het heel erg duur. Want ja, deze plek is gewoon uniek. En die moeten we koesteren. Ja. Ja. Wat mij betreft, Circolo blijft welkom op Landgoed Velder. Anders zijn we jou kwijt. Ook dat. Ja. Kom ik, als het ergens anders naartoe gaat, dan ben je Eduard Velder ook kwijt. Ja, dus, Mark, bedankt voor dit verhelderende gesprek. Graag gedaan. Circo Circolo. En jullie zijn natuurlijk op de eerste plaats hier, omdat je allemaal mee hebt gedaan aan de wedstrijd. Waar zou die groep zitten? Prinses Amalia! Beste circus truc, eerste prijs 2012. Foto, dan zie je wel dat de fotograaf en de modellen, de artiesten op de foto, natuurlijk wel iets heel bijzonders hebben gedaan. Ik verplan het niet, als je heel goed kijkt. Het was een serie van drie waarvan deze de derde foto was. En kijk maar heel goed en dan mag je zelf ook denken wat er zo bijzonder aan deze truc is. Circo Circolo. Dit is backstage, dit is achter het podium waar de artiesten hun spullen opslaan. Backstage hangen natuurlijk ook de kostuums. En de kostuums die zijn altijd van de hand van een kostuumontwerper. En dat is in dit geval de dame die naast mij staat, Minka. En nou denk ik toch echt... Dat je niet alleen de kostuums hebt gemaakt, volgens mij herken ik jou ook van de voorstelling zelf. Ja, dat klopt. Ik speel ook in de voorstelling. Ik ben een van de 6 spelers en ik ben een van de mede-eigenaars van de Tent Circus Theaterproducties. Is dit de eerste keer dat je kostuums hebt ontworpen ook? Het is de eerste keer voor een groep
Ik doe het al langer voor mezelf. Ik treed ook zelf op. En daar maak ik ook kostuums voor. En ik vind het leuk om te knutselen en naaien en tekeningen maken. En zo is het ontstaan eigenlijk. En hoe kom je op ideeën voor kostuums? Ja, in eerste instantie luisterde ik naar de regisseur van de voorstelling, Laura van Hal. Want ik vind het belangrijk dat zij daarmee akkoord is. En dan ga ik aan de slag met tekenen en plannen maken. En ik laat dat aan haar zien en zo verder. Nou, je bent dus niet alleen de kostuumontwerper, je bent nog veel, veel meer. En je hebt gespeeld in de voorstelling. Dat is misschien nog wel het belangrijkste. Hoe is het voor jou geweest om hier op Circus Circulo te spelen? En dan vooral voor 450 kinderen. Ja, geweldig. Het is zo leuk voor kinderen ook, omdat ze voelen mee en je hoort de reacties heel veel harder dan bij volwassenen bijvoorbeeld. Dus de reacties zijn gewoon meer en ze zijn heel blij en ze leven mee en we knuffelen elkaar veel en we geven emoties en dat voelen zij en dat is heel erg fijn. Mensen kunnen je niet allemaal zien hier op Circus Circulo. Waar kunnen ze je nog vinden? Ze kunnen ons sowieso vinden op onze website www.tent.eu en daar posten we alle updates en nieuws, want we zijn namelijk ook bezig met een nieuwe productie, een nieuwe voorstelling. Dus ga vooral kijken. Oké, hou ze in de gaten. Minka, dankjewel. Dankjewel voor dit interview. En wij gaan nu kijken naar beelden van de voorstelling Muurbloem door Boost. Dit was het eerste Circus Circulo journaal van dit jaar. Ik hoop dat jullie er net zo van genoten hebben als ik. Blijf ons volgen, bijvoorbeeld op ons YouTube-kanaal. Tot de volgende keer.